Welkom, burgemeester, wethouder. Heel fijn dat jullie de tijd willen nemen om hier te zijn. Het loopt even anders dan we hadden gepland door de aangescherpte maatregelen. Een werkbezoek van wethouder Kosakaya en mijzelf aan de Joodse gemeente in Amersfoort, in ons oude stadsgedeelte. We werden welkom geheten door mevrouw Sonja de Lille, de voorzitter van deze Joodse gemeente. Betty de Liever, die een van de rondleiders is en vandaag jullie wat meer zal vertellen over het reilen en zeilen hier. In 1677 zijn de eerste Joden welkom geheten hier in Amersfoort. 1677, dus de tweede gemeente na Amsterdam. Het was een klein groepje Portugese Joden, Sephardische Joden die er kwamen. Nou ja, de meeste zeg ik tegen kinderen van, zie eens iets in die ramen wat bekend is. En schitterend, ik weet niet meer welke school, een van die scholen die wees dus op niet de eerste raam, maar op het tweede raam. En die zei, mevrouw, dat weet ik. Ik zei, nou, zeg het maar. Dat is een tablet, die heb ik thuis ook. Dus het tablet is eigenlijk door ons al ontdekt in, nou, toen Mozes met de stenen tafel naar beneden kwam. We hebben ook het gesprek gevoerd over wat betekent dat nou geloven in coronatijd. En dan zie je ja, vergelijkingen. Mensen kunnen niet komen, kleine groepen. Kan je wel of niet gebruik maken van videoverbindingen. Al dat soort dilemma's. Maar ook het woord eenzaamheid hebben we aangeraakt. Mensen die eigenlijk gewend zijn om te komen, mensen elkaar te ontmoeten. Dat is nu allemaal heel ingewikkeld. Daarom is het ook waardevol om dit bezoek in deze tijd af te leggen, terwijl de afspraak al van voor de coronatijd stond. Goed om het gesprek aan te gaan, ook de verschillende dilemma's. En wat we ook in het gesprek tegenkomen, hoeveel overeenkomsten er ook zijn in een aantal aspecten tussen het Jodendom, Christendom en de islam. Dat zijn de meerwaardes van dit soort bezoek die wethouder Kosakaya en ik hebben mogen ervaren.